Goedemorgen, wij zijn zo net wakker en we gaan weer ontbijten en daarna gaan we naar het stadje Syracuse. Dus ja, laten we beginnen met het ontbijt. Wat mij betreft moet je voor Pokémon's in Syracuse zijn. Echt al heel veel Pokémon's gevangen en ook net een heel zeldzaam, of ja, twee heel zeldzame, dus zeker en vast naar hier komen. Oh, die zee in Sicilië is ook wel echt super, super blauw water. Echt heel uitnodigend, bol om in te springen. Dus, ja, echt de moeite waard. We zijn nog altijd in Syracuse en het is echt wel heel erg mooi hier. Heel mooi stadje, heel veel ja, historie toch wel, heel oude kerken en dat soort dingen. En ja, dat interesseert ons, dus echt wel heel erg mooi. En ook heel veel Pokémon trouwens, dus degenen die Pokémon Go spelen, hier vind je echt heel veel Pokémon. Ik heb er heel veel leuke gevangen, heel veel speciale ook, echt zo one-of-a-kind Pokémon. Dus dat is ook heel erg goed en ja, we hebben net een ijsje gegeten, dat was gewoon te zot voor woorden. Ik heb het echt niet opgekregen. En ja, ook de kust is hier echt heel mooi, want je hebt er echt super blauw water, echt zalig. En daar komt die van mij aan, gewandeld. Hier zo. En, wat zag je van boven? Dat, maar chique. Zo, we zijn zo net ja, uit Syracuse gereden. We zitten weer terug op de autostrade. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan met de airco die opstaat en de radio. Maar ja, het is vandaag 34 graden. En in feite was het gewoon weg te warm om in de stad rond te lopen. Vooral ja, in de binnenstad, zou ik maar zeggen, in de zijstraatjes, daar was echt totaal geen wind. Het was echt gewoon veel te warm. Aan de kust was wel lekker windje, dus daar was het wel ideaal. Maar voor de rest, ja, het was echt gewoon veel te warm om nog verder dingen te bezichtigen. Dus we hebben, denk ik, naar mijn mening niet alles kunnen doen. Zeker ook ja, niet de winkels en zo. Dus dat vond ik wel een beetje jammer, maar ja, het was gewoon echt veel te warm. Dus wij gaan nu naar huis. Zo, we zijn klaargemaakt, we zijn gedoucht en ja, we hebben een handdoekje voor je van het ophangen. We gaan nu nog een laatste keer hier eten en ja,
Marina die Monica. Want ja, morgen moeten we alweer helaas naar huis. Maar we gaan nog even wat eten en dan waarschijnlijk de koffer inpakken. En dan zien we wel. Zo, hier zit ik weer buiten om de vlog af te sluiten. We zijn net terug van eten. We zijn de laatste keer en ook wel de derde keer bij Bocca Marina hier in Marina di Modica gaan eten. Dat daar echt gewoon super super lekker is. Dus als jullie hier bij Torre d'Antona verblijven, dan is Marina di Modica, het stadje zelf, op zich niet zo heel veel. Maar Bocca Marina om te eten, dat is echt wel de moeite waard. Dus dat is alvast een aanrader. We gaan nu nog even de koffers inpakken, want morgen vertrekken wij hier. We hebben wel pas de vlucht om 7:55 s'avonds. Dus we gaan morgen nog naar Catania, de stad in, na het ontbijt. En dan gaan we daar nog wat shoppen. En verder, zal het vlieger pakken zijn en veel reizen. Want we landen opnieuw in Amsterdam. En dan moeten we weer van Amsterdam naar Reims, dus dat is nog eens 2,5 uur rijden. Dus morgen wordt weer echt een reisdag. We zullen ook wel moe zijn, maar dat hoort erbij natuurlijk. Dus we gaan nu nog snel de koffer inpakken, zodat we morgen enkel maar snel hoeven te ontbijten, ons klaar te maken en vertrekken. En dan gaan we slapen, dus ik wil graag de vlog afsluiten. Opnieuw heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker en vast geen duimpje omhoog te doen als jullie deze video leuk vonden. Of te reageren hier onder de video. Ook altijd heel erg leuk. En ik zou zeggen, als je de eerste keer kijkt, vergeet dan ook niet de andere vakantievlogs van Sicilië te kijken. Want ook die zijn heel erg leuk. Waaronder één hele leuke. Zeker en vast doen. Vergeet jullie ook niet te abonneren. Dat zou heel erg fijn zijn. En dan zie ik jullie volgende keer weer terug.